Goeiedag, daar ben ik. Dag 1 zit erop. Ik ben gedoucht, thuis en ik sta hier voor het stadhuis. We gaan om even te kijken hoe de vlag eruit ziet. Waarom? Ik wil even checken hoe die eruit ziet en dan kunnen jullie straks kijken van wat de vergelijking is tussen de vlag die ik tegenkwam, waarvan ik dacht dat het de vlag van Gennep was. Ik heb een mooie dag gehad. Ik heb het af en toe wat zwaar gehad, met name rondom Elst had ik het toch wel wat moeilijk. Daarna ging het prima. Het was wel druk onderweg, dus ik heb er langer over gedaan als dat ik gedacht had te doen. Want ik heb redelijk vaak mijn tempo in moeten houden, omdat ik gewoon niet door de drukte heen kwam. Leuke dag gehad, mooie dingen gezien. Daar kan ik jullie van deelgenoot van maken van een aantal dingen. Ik hoop dat jullie weer met plezier kijken naar het filmpje wat ik gemaakt heb van vandaag. En tot morgen, de dag van Wiegen. Zo. Net gestart. De eerste 100 meter zit erop. Het was grijs, mistig. Vanochtend toen we starten, maar nu we gaan lopen, is het een stralend blauwe lucht en de zon schijnt. Dus het belooft een prachtige wandeldag te worden. Zo, ik ga een beetje sneller lopen. Ik loop hier met de Gennepse vlag. Nee, ik loop met de Wiegense vlag. Is dat de Wiegense vlag? Dus ze hadden wel eens die Gennepse vlag. Geloof ik. Lijkt er veel op. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk, leuk om te zien. Ja, mooi. Dankjewel. Zo. Ik hoop dat ik er verstaan ben. Ik zit op mijn eerste pauzeplek. Ik heb er iets van 13, 14 kilometer op zitten. Het is prachtig weer, het waait lekker, het is fris. Nou, ik zit in Ewijk bij de kerk. Dat is mijn vaste pauzeplekje, de eerste dag. En het plekje is niet ontdekt door de wandelaars. En toch zit het op een paar meter van de route af. Ja, ik ga mijn broodje eten, mijn thee drinken en zometeen weer verder. Jongen. Mooi, hè? Ja. En er breekt de pleuris uit, het regent. En ik ga de schuiltent in. Ja, allemaal geen toeval. Hier staan de vriendelijke militairen en die nodigen uit.
gewoon leeuwenbitter. Proost jongens. Proost.